omdat de vlag omlaag blijft. Ajax slaat toe, 5 minuten na rust. Het is echt de wedstrijd van Marco Pantelić. 2 doelpunten in de eerste. En dit is zijn eerste in de tweede helft. Het is geen buitenspel. Het is goed gezien door de assistent scheidsrechter. Op het moment van spelen staat Pantelić op gelijke hoogte met Serginho Green. En dan rond hij het heel bekwaam af. Hard, geen mogelijkheid voor Eloy Room. Normaal gesproken is het Suárez die de doelpunten maakt voor Ajax. Vandaag is het Pantelić. Twee doelpunten met zijn rechterbeen, 1 met het hoofd. De ruimte die de defensie van Vitesse dan aan Ajax toestaat, wordt ze ook meteen fataal.